Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Techit. Vandaag heb ik wat nieuws te stellen. Dit werkt eindelijk. Ik heb nu eindelijk oneindige of semi-oneindige electronic circuits. Ik moet gewoon zorgen dat deze condensers vol zitten. Het is gewoon fijn, want ja, stickers heeft al een heel lage MC value en ja, dan heel makkelijk maken. Het ding was dus de normale crafters, dus de automatic crafting table Mark 1 zou ik zeggen. Die kon je, daar kon je niet extracten, of in ieder geval het ging moeilijk. Mij lukt het niet. Maar deze, de Mark 2's, de bovenkant is dus output. En dus, nou, dan kan je even met zo'n rare golf, kan je dus zorgen dat je een throughput krijgt. Dus ja, deze vier materialen, iron, stick resin, copper en redstone gaan dus eruit. Iron gaat hierin. Trouwens even deze timer even op 5 seconden zetten. Gaat dus in de oven. Dus refined iron en gaat dus in de crafting table. Dus refined iron. Dus daar is al. De sticky resin, die heeft een langere trip. Die heb ik omhoog. Die gaat dus eerst in een extractor. Die gaat in een crafting table met koper, die je hier ziet. En daarmee krijg je copper cables. Ik zie trouwens dat ik even deze op één koper per cycle ga doen. Zo. En ja, dat geeft dus de koper en zo. Dat is deze niet blij. Ah, deze eigenlijk. Hier over box dan. Of gaat het ook stukken? Jammer. Drie overleeft ik. Ja, de power production is een beetje laag. Maar dat zoek ik misschien zelfs. Ja, ik denk productie. Dus dat is een beetje vervelend. Ik denk dat ik binnenkort een systeem ga maken waardoor ik oneindig. Zal ik deze loop hier hou. En deze hier hou. Een batterij aan geothermal generators aan een energy condenser kan zetten. Want dit is niet echt fijn. Het overleeft ongeveer. Ja. Oké, wat zit buiten? Dus ja. Nu ben ik gewoon voor aan het zorgen dat ik een hele lijn lava cells heb gestockpiled. In de tussentijd denk ik hier dark matter aan maken. Want ja, ik heb genoeg placelots en zo. Deze gaat ook lekker zijn gangetje. Volgens mij is de timer eigenlijk een beetje te snel hiervoor. Dus aan 3 seconden ongeveer. Deze mag eigenlijk ook wel wat lager. Zo. Dus ja, ik denk dat ik dat ga doen. En voor de machine zelf, transformer upgrades. Want ik wil uiteindelijk wel naar less fiber cables gaan. Oftewel EV. Weer katten. Altijd leuk om dat te doen. En ik heb de kleinste Omega met 30.000 DMC. Dus dat valt echt wel. Even hoeveel erin zit. Hier 45.000. Dus ja, gaat lekker in Minecraft. Dus ja, ik denk dat ik daarmee ga aan de slag gaan. Ik heb in ieder geval nog electronic circuits hiervoor. Om genoeg maken. Ja.
Hier zijn transformer upgrades. En wie transformer heeft gewoon heel veel gold cables nodig. Ja toch? Ja. En vier twee keer insulated cables, een trunk circuit en een machine block en wat glas. Dat valt wel mee, vind ik. Ja. En dan moet ik uitkijken met de machines. 1, 2, 3. 5 machines heb ik nu. Dus dan heb ik 5 van die transformers nodig. Dus dat is een hele batterij aan kabels. Hoe maak je eigenlijk de kabels? Gold cable. Ah, oké, okay, gewoon zo. Dat is rubber of. Is er rubber zit hier? Ja, nice. Oké, okay, cool. Daar slaap je ook over. Fucking squids! Creeper! Deze knols is allemaal. De thick boy cables. Nou, dat zijn eigenlijk die EV cables. Dat zijn pas thick boy cables. Deze zijn medium thick boy cables. Ik heb in principe 40 nodig voor die dingen. Toen moet ik eigenlijk ook wel een EV zo willen. Wat is energy kussen zo goedkoop? Ja. Even duidelijk, 4 per stuk. 4 keer 5. 10 kabels nodig. 10 kabels. En een batterij aan glas. Ja, ik weet dat ik mezelf een beetje aan het herhalen ben, maar... Ja, het is gewoon makkelijker om... 20 keer te herhalen en weten, pas om 12 klap het weer vergeten. Ja, dat zijn... de 5 transformer upgrades die ik nodig heb. Dus deze krijgt erin. Deze krijgt erin. Deze krijgt erin. Deze krijgt erin en dan de laatste. Ja. Weet je wel, ik denk dat ik gewoon voor zekerheid 3 per stuk doe. Dus ik moet nog een hele lading materiaal pakken. Zo. Dit genoeg is. Ik kan nog niet genoeg, maar ik denk dat we er komen. We hebben trouwens 20 per 5 nodig. Wat wil ik 10 hebben in totaal? Dus. Hoe ga ik dit slim aanpakken? Slim goed vind ik. Nu heb ik wel meer rubber nodig.
Ja, komt echt, niemand boeit het. Grappig is, ik kan hier ook worden aan het maken. Ook het voordeel is met die hele sterke kabels is de los is heel laag, terwijl die verliest geen stroom. Ik heb meer glas nodig. Ja, ik ben in principe al deze machines naar EV aan het brengen, dus extreme voltage. Dus dat is in principe de hoogste tier kabel die ik kan maken. Plus een zilver. Oké, ik ga even de rekenmachine erbij pakken, want voor 4 van die dingen. Ik doe eens even wat moeite gebruiken. Dus per 4 dingen heb ik 6 keer 1 plus 8, 1, 9, 2 plus 2 keer 64. Dat is per kabel ongeveer 2081,5. Met zilver. Per 6. 6 keer 1 plus 8 is 2 plus 2 keer 5 12. Is 1537 per stuk. Dus zilver is goedkoper. Grappig genoeg. Maar we hebben niet echt genoeg voor iets. Kan ik al een extra dark meter maken? Ik denk het wel. Placewats zou het wel moeten. Nu kan je nagaan. Bijna twee zelfs. Ik zou een handje. Ik hoor niks in de achtergrond. Helemaal niks aan de hand hoor. Helemaal niks. Volgens mij staat. Ja, hier staat al. Een heel batterij glas. Zoals je ziet, ik heb wat overblokjes gemaakt en zo. Ik moet zeggen dat deze crafting table is wel handig. Ik ga gewoon alles erin gooien en dan. Oep. Ja, mag even je kop dicht houden. Ja, die hadden we misschien door. Hierachter zitten dus de kabels. Kut. Waste cables. Ja. En daar dus, en daar zo. Hm.
al zijn problemen. En ik denk dat ik dat een MFI kan maken. Dus meer Redstone en Diamonds heb ik nodig. Oké, okay, we hebben dus 4 van die nodig. Insulated gold cables. Ja, die hebben we. Dus. Ja. Ja. En nee, je hoeft ze niet op te laden, gelukkig. Oh, wat? Spijt me een ding. En ik ben de machinebok vergeten. A motherfucking energy cell. Als je hem oppakt, dan vernietig je eigenlijk alles wat erin zit. Met deze is Stefan een gevaarlijk valtje, want die moet je oppakken met een range. Als het goed is. Wel de kans dat hij kapot gaat. Dan weet je wat, ik denk eigenlijk dat dit wel een goede plek is. Of, dan doe ik even dit. En dan pak ik even deze op. Deze op. Alles in de kist doen. Die manager neerzetten dan. En dan. Ja. De hamer erbij pakken. Oeh, phew. Die bleef staan. Ja, voor de mensen die het niet weten, maar als je rechtmuis doet met je hamer, dan krijg je gelijk een triple 3 weghalen. Zoals dit. Alleen moet je naar uitkijken, bijvoorbeeld. Ja, want je kan geen zand of zo iets weghalen. Dat kan je wel met schep. Nadeel, water. Helemaal van een glazen bier of zo. Of nou, voor nu kunnen we tenminste via het water eruit. Dat is wel een fijn iets is. En dan maak ik gewoon dat van glas en dan. Dus we dat zo op. Ik hoor een skelet.
Weet je wat, ik gebruik nog wat scaffolding ervoor. Dat het gewoon een blok is. Ja. Goed gebruik van scaffolding. Dat ik hier al stond te drinken, zat ik al staan. Als ik spons had, dat zou wel zijn. Tijdens het dierklok hier weer terug. Nou, ik heb geen spons, dus. Dan met de oude techniek van wat gebruikten we vroeger om dingen te slopen? Volgens mij gewoon dirt. Of was het leaves met shears? Maar gewoon dirt. Ja, je krijgt dan fall damage met die water. Daarna gevoel van smaak heeft het realistischer dan tegenwoordig. Ja, dat is wel fijn. En fijn is dat er nog water is. Kamer voor onze goedaardige energiebronnen. Wat totaal geen kinderarbeid of iets in de trend verbruikt of zo, hoor. Nee. Totaal geen martelingen van de van de innocent. Wat hou ik van zijn leven als ik kwaad aangebrand door. Ik bedoel niks.
Dat wordt een throughput line van items. Want volgens mij worden ze gevoed hier onderkant. Oh. Dat vak jou, ik krijg geen verkopers meer. Nu zei ik te veel. Deze kan gewoon weer op. Dit ziet er wel goed uit. Ja, en dan denk ik dat we nog een paar geothermal generators erbij gaan maken. Waar we dus generators voor nodig hebben. En ja. Dus bedrijven moeten maken. Waar we dus steen voor nodig hebben. Ja, dit gaat langzamerhand naar beneden, denk ik. Ja, heel langzamerhand. Een filter hebben, maar tussenpoos kan in principe ook. En pneumatic tubes. Beetje zoals dit. Dan een kabel hier tussen. Of eigenlijk. Dus even een kant. Die daar. Even weg. Dit opvullen. Deze hele lijn weg. Nou wacht, het gaat niet werken. Kut. Laat maar. Moet wel via deze kant. Dus we gaan dan doen hier dan. Dit is om. Verkeerd is om. Zo, ja. Yeah. Dan hier de kist. Hierboven staat. Nog, ik kan geen trillen maken. Of. Oh, controllers. Oftewel. Alles naar beneden gieten. Hoeveel stacks zijn er nog niet? Dat ben ik per 1 aan het droppen, denk ik. Ja, per 1 denk ik. Die had ik nodig. Nee, schep kan ook geen kwaad.
Ja, dat is ook weer aan de lijn. Dat kan alleen maar filter is wel beter. Ik ga een filter gebruiken hiervoor. Filters kunnen namelijk gelijk in een hele stack doen. Transposers maar één per stuk. Dus filter, waar is dat allemaal? We hebben die tenminste. Ze hebben niks. Nu wordt het sprokkelen. Pisten. Het kost zo. Zoals ik zei, dan kan ik dan gelijk mijn stekker in één keer doen in plaats van dat het erin gaat. Zo. Die blijft lekker opgevuld voor een tijdje. Tijd om het meme generators te maken. Weet je wat doe ik de volgende aflevering? Dus voor vandaag, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Zo niet dan toch. En tot in de volgende aflevering dan maar weer. Tot ziens. Ja, aju.